allemaal en welkom bij weer een nieuwe weekendvlog. Yay! Ik ben vandaag weer bij deze. En ik heb een jas al aan, want we zijn klaar om te gaan. Ik moet eigenlijk bij het begin beginnen. We hebben een nieuwe auto gekocht. Yay! Dus we kunnen eindelijk weer een beetje toeren en zo. En leuke dingen doen en zo. Dus heel erg blij mee. Dus we gaan zo meteen naar Domburg. Dat is een dorpje hier in Zeeland. Voor degenen die het niet kennen. Ik weet eigenlijk niet hoe lang de rij is. 20 minuutjes denk ik. Half minuutje. I don't know. Maar dat is een soort toeristisch, echt een heel erg toeristisch dorpje trouwens. Met wat leuke winkeltjes en strand en dat soort dingen. Dus daar gaan we heen. En ja, jullie zullen vast ook wel gezien hebben dat mijn uiterlijk van mijn video's een beetje veranderd is inmiddels, omdat ik nu werk met iMovie. Ik ben nog een beetje wat dingetjes aan het ontdekken, dus het is nog niet helemaal zoals ik het perfect wil en zo. Maar dat komt wel, dus mochten jullie steeds wat veranderingen zien, dan weten jullie waarom. Het is in ieder geval een stuk beter en een stuk mooier als mijn oude bewerkingsprogramma. Alleen het renderen, het uitladen duurt echt veel langer. Maar de rest gaat allemaal sneller. Dus nou ja, al met al win ik misschien wel wat tijd ermee in ieder geval. En je kan er ook veel meer mee. Dus ja, blij mee. Ja, dus we gaan, toch? Ja? Oké, we gaan. We zijn weer thuis hoor. Oh, maar we zijn wel een beetje moe. Maar we hebben in ieder geval de auto goed ingereden. Ik in ieder geval, want het was wel even wennen weer. Hij rijdt toch anders dan mijn andere auto's. Maar goed, we hebben weer een auto, dus ik moet al lang blij zijn. Ik ben lekker eventjes bij het strand geweest en we wilden eigenlijk ook nog wat drinken, maar het was een beetje druk overal. Dus we zijn maar gewoon lekker weer naar huis gereden. Nu kunnen we even lekker niks doen en vanavond gaan we nog even langs vrienden, want die hebben een nieuw huis. En dat zijn ze aan het verbouwen of zijn ze al mee klaar, dat weet ik niet precies. In ieder geval gaan we daar eventjes kijken hoe dat geworden is en zo. Dus ja, wordt wel leuk. We zijn weer thuis, ineens met bril. Maar ik moest auto rijden, dus dan heb ik een bril niet nodig. Anders zie ik niks. Ik ben blind. Wat een leeftijd.
Ja. Daar geloven we niks meer van. Oh, nou, wij gaan lekker slapen. Tenminste, zo meteen. We gaan niet iets zo boeiends meer doen. En ja, dan zien we jullie morgen weer. Bye! Hey. Liep je stem vast? Ja. Ben je moe? Wij gaan lekker slapen, jongens. We zien jullie morgen weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ja, het is weer een dagje weekend. Niet heel veel te doen. Behalve heel veel saaie dingen vooral. Behalve dat ik weer heel even naar de Action moet. Zometeen. En ik ben vanmiddag ook nog even met mijn vriend naar zijn werk. Want ja, jullie hebben toch auto. Dus nou ja. En ik ben vrij. Dus vooruit. Dan breng ik hem wel een keertje naar zijn werk. Hij haalt mij ook altijd op. Dus... I return the favor today. En ja, voor de rest hebben we eigenlijk niet zo heel veel te doen. Gewoon zoals ik al zei, heel veel saaie dingen. Eigenlijk. Mijn vriend is wel even die hertenkop aan, of die schedel aan het spuiten van die van ons chocolop. Ligt die beneden? Ja, de verf gaat kraken. Huh? De verf gaat kraken. De verf gaat kraken? Ik weet niet wat dat betekent, de verf gaat kraken. We gaan het zien. Dat is een mu. Oh, maar ik vind het eigenlijk best wel tof. Kijk, je ziet het. Oh ja, kijk. De verf is helemaal het woord van dat crackle. Crackled. Maar dat vind ik eigenlijk best wel heel tof hoor. Nee, maar die neus is het niet. Maar... Nee, maar ik storm er niet per se aan. Super cool. Kijk hoe gaaf. Als die ophangt, dan zal ik nog wel eens laten zien. Voor om te kijken, ik zoek nog iets leuks voor mijn nieuwe Spendit of Save It. Mochten jullie nou iets weten of zo, waarvan je denkt van goh, dat zou ik wel eens getest willen zien. Let me know. Dan ga ik het gewoon proberen te doen. Maar goed, ik ga nu kijken of ik nog iets anders leuks kan vinden. Ik weet het niet. Een beetje inspiratieloos denk ik of zo. Dus daar moet ik ook even naar op zoek. Had ik jullie trouwens het rekje laten zien wat ik gekocht heb? Nee, hè? Ook nog niet. Ik zal hem even in de kast zetten. Kijk, deze. Bij de blokker. Voor 7 euro of zo. Leuk toch? Kan je gewoon magazines in doen. Wat je maar wil. Vond ik wel heel erg leuk. En voor in de keuken. Kan ik ook wel even laten zien. Want de keuken zijn we nog niet mee begonnen. Maar dat... gaan we na mijn verjaardag even doen. Dat is deze. Kijk hoe leuk. Ja, ik vind hem leuk. En die was iets van 3 euro of zo. Ik was in ieder geval 10 euro kwijt toen net iets daaronder. Dus dat valt natuurlijk heel hard mee. Nou, zullen we maar even naar de winkel gaan dan? Oké, mijn pony zit weer heel stom vandaag. Ik heb het elke dag weer. Dat ik aan het vloggen ben, dat ik denk, oh mijn pony, het ziet er niet uit. Struggles. Nou, ik hoop dat ik iets aan het filmen ben hiervan. Überhaupt. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien. En het beeld zal wel een beetje shaken, waarschijnlijk. Maar ik ben dus... ergens... Ik hoop dat die een beetje vast blijft zitten ook. Precies. Ik ben dus in de haven... Vraag me niet waar. Ik heb net mijn vriend afgezet en ik moet het vanavond ook nog eens terug gaan vinden. Dus dat wordt leuk. Geen idee hoe ik dat ga doen, want het is echt in the middle of nowhere. Maar ja, nu moet ik ook de weg nog terug gaan vinden. Vlissingen en Middelburg is rechtdoor. Oké. Ga ik rechtdoor. Ik kwam net niet van rechtdoor volgens mij, maar goed. Whatever. Kom wel thuis. Zit er ook eentje op een staart? Fucking irritant. Ik kan daar echt niet tegen als ik aan het rijden ben en mensen gaan. Oh no. Pak de verkeerde. Nou, gaan we maar weer draaien. Gisteravond reed ik hier dus ook en deed ik precies hetzelfde, hè? Dan ben ik weer opnieuw dorp.
Misschien moet ik maar gelijk bij mijn collega langs gaan. Die woont hier ook. Nee, ik ga maar even draaien. Oh, echt, ik zweer. Dit soort dingen is niks voor mij, hè? Maar ja. Ik ben er. Dan gaan we weer terug. Oh, wat mij nu weer overkomt, hè. Zit ik vet lang te wachten op mijn pizza. Vergeet ik hem uit de oven te halen. En dit is het resultaat. Tada! Een lekkere zwarte mozzarella pizza. Mmm, yummy. Nou, het is inmiddels best wel laat. Ik heb nog steeds niet gegeten. Ach ja, weet je. De dingen die je doet als je geen eten in huis hebt. Ik heb niet echt veel meer gevlogd. Ik heb ook niet zo heel veel gedaan. Ik ben bezig geweest met dat dingen die ik nog moest doen voor de buurt. WhatsApp preventiegroepen. We zijn bezig met een aantal dingen te organiseren. Dus daar moest ik een stukje voor schrijven. Dus dat heb ik nog even gedaan. En ja, gewoon wat administratie en dat soort saaie dingen allemaal. Yeah. Ja, dat is niet zo leuk besteding per se van mijn zondagavond. Ik ga zo in de auto stappen en dan ga ik mijn vriend ophalen van zijn werk. Ik heb echt geen zin meer om het stuk te gaan rijden ook. Maar ja, ik heb het beloofd, dus dat ga ik even doen. Ik hoop echt dat ik de weg nog kan vinden. Nou, ik ben inmiddels weer thuis. Vriendlief is ook weer thuis. Dus die moet alweer meteen naar bed, want die heeft morgen alweer ochtenddienst. Dus ja, ik ga ook maar zo lekker slapen, denk ik. Leuk dat jullie weer een weekendje met ons meegingen. Het was niet een heel erg boeiend weekend. Ik heb niet zoveel gedaan omdat mijn vriend ook moest werken en ik ook genoeg te doen had. Dus het was eigenlijk maar één dagje vrij wat we hebben gehad. Maar ja, in ieder geval nog een keer leuk dat jullie met ons meegingen. Mocht je nog meer van mijn video's willen zien, dan kan je hieronder abonneren op mijn kanaal. En doe zeker even een duimpje omhoog op deze video. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei doei!